Het is altijd een plezier om terug te zijn hier. En dan ook nog met je oudere broer Erwin. Ze speelden in het seizoen 1982-1983 samen bij FC Groningen. Daar bleef het bij. Daarna scheiden hun wegen. Toen maakte ik mijn debuut. Erwin was wat eerder. En we hebben nog even met een lachend gezicht op de foto's zitten kijken in de gang. Maar ja, het is een tijd geleden. Maar het was een mooi begin. En fantastisch om hier je debuut te maken bij deze club. De oudste Koeman werd in dat seizoen topscorer. Voor het eerst plaatste FC Groningen zich voor Europees voetbal. Ronald maakte dat niet meer mee. Hij vertrok naar Ajax. Het komende seizoen speelt Southampton Europees voetbal. De Koemannetjes hebben de club weer op de kaart gezet. Dit seizoen zou anders zijn dan vorig jaar, waarin dit seizoen natuurlijk de verwachtingen veel hoger liggen dan ze lagen vorig jaar. Maar het is fantastisch werk, ook met spelers die echt op en top professionals zijn. They are really focused in their work and they understand football. Het zou ook maar zo eens kunnen dat Koeman en Koeman binnenkort weer in de Euroborg spelen. Als FC Groningen bijvoorbeeld Southampton loodt als tegenstander in de Europa League. Het heeft veel weg van een mooi sprookje van twee voetbalbroers die elkaars tegenstander waren, samen successen vierden en nu bij Southampton als trainersduo elkaar prima aanvullen. Na de oefenwedstrijd van gistermiddag in de Euroborg tegen FC Groningen is er een korte ontmoeting met andere oudspelers, zoals Adrie van Tichelen en Bud Brokke. Ja, wel leuk, want je hebt toch met elkaar een verleden en ja, we zijn druk en iedereen is druk met zichzelf. En dan is het altijd leuk als je dat soort jongens dan ook wel weer terugziet. Ook worden ze tot ambassadeur benoemd van de supportersvereniging van de FC.